Verdere ontwikkeling van de agrarische sector in Saramaka was essentieel vandaag tijdens het bezoek van president Chan Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk aan het district. Iedereen is het erover eens dat de potentie verder ontwikkeld moet worden. Wij hebben tot nu toe nagelaten om deze potenties tot ontwikkeling te brengen. Samen met onze buur, het district Koroni, die ook over enorme potenties beschikt voor de agrarische ontwikkeling, om zo de basis te leggen en uit te groeien tot de voedselschuur van het Caribisch gebied. Met een eigen vliegveld dichtbij Kopenamepunt voor vrachttransport naar de Caribische landen. Het niet benutten van deze potenties om de landbouw, CQ tuinbouw, op moderne en aan de tijd gepaste wijze te doen uitoefenen, heeft ertoe geleid dat jongeren in dit district de landbouw de rug hebben toegekeerd. Saramaka is het derde district dat de regering heeft bezocht in het kader van de bezoeken aan verschillende bestuursregio's. Dit doet de regering om persoonlijk de noden en de grieven van de plaatselijke gemeenschappen aan te horen. Mahinder Yogi, DNA-lid uit het district Saramaka, blijft erbij dat met de juiste inzet van de regering het district tot een exportdistrict van groente en fruit gemaakt kan worden. Wanneer je in dit district 100 goede boeren positioneert, met machines, machinepark, met technologie, zijn die 100 boeren genoeg om dit hele land te voorzien. Elke dag van genoeg voedsel en fruit. Elke dag. If one man plant peper, 4 hectare. En dan maak je ook alle barki krat uit Gawoyo. Dan hou je nog een tekie. Dan free in Goholand. Dan zou je nog een tekie. Als 3 boeren, 4 boeren boulanger planten, tot 2 hectare. Dat wan taki alade amai kot 50 saka 100 saka bulanji. E fo buru e kot 250 saka bulanji. A prese saka direk na woyo. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft tijdens zijn toespraak duidelijk gemaakt dat hij de visie van de bewoners begrijpt. Hij verzekerde de bevolking dat de regering alles in het werk stelt om de agrarische sector verder te ontwikkelen en te stimuleren. De VP vroeg de gemeenschap om nog wat geduld te betrachten tot na de urgentiefase. De agrariërs, de boeren, die planten, dat ik pleit voor hun, dat de regering voor ze regelen hun gronden. Dat de regering op een andere manier kapitaal voor hun beschikbaar stellen. Waar ze kunnen lenen om het werk, om hun werk beter te doen. Maar vooral wat betreft afzetmogelijkheden. Volgens president Chandrika Prasad Santokki heeft de regering reeds plannen klaar om deze sector duurzaam te ontwikkelen in Saramaka. De noden van het volk zullen aangepakt worden, verzekerde het staatshoofd. In duidelijke taal lichtte hij toe wat de plannen van de regering zijn voor Saramaka. Er zijn 19 pompen uit India gekomen in het kader van de technische samenwerking, de credit line. Die pompen liggen nog daar. Minister Owe, die pompen moeten ingezet worden in alle districten. En laat ervoor zorg dragen dat er een stukje regulering van het water komt, waterbeheersing komt. De opdracht zal geven, het wordt verder uitgewerkt. Vissersdorp Boskamp, heb ik gehoord. Dat zal ook aangepakt worden. We zullen de aanmeerstijgers daar gaan verbeteren. En die zullen allemaal gerehabiliteerd worden met een goed wegennetwerk. Meneer Jogi heeft het heel duidelijk aangegeven. Saramaka is stil vanaf augustus 2010. Ligt stil, er is geen ontwikkeling. Alles wat daar ontwikkeld is toen, is daar gebleven. 10 jaar stilstand betekent 10 jaar achteruitgang. En dat gaan we weer moeten oppakken. Dat er weer vooruitgang komt. We gaan ook de waterkant van Groningen deze een goede facelift moeten geven. Aantrekkelijk maken voor toeristen. Aantrekkelijk maken voor producenten. Aantrekkelijk maken ook van personen die huis- en vleitproducten willen verkopen. Dan ga je zien hoe toeristen hier gaan komen. U heeft deze bevoegdheid om binnen de wettelijke regeling om ook na te gaan hoe je fondsen kan genereren. Dus we kijken uit naar die districtsplannen. Daaromtrent. Grondprobleem is overal merkbaar. Mensen wachten nog op hun grond, op hun titels. DNA-leden, districtscommissaris, dat is jullie taak. Maak jullie een unit binnen het commissariaat.
En maak bekend in Saramaka alle personen die problemen hebben met grond, dat zij ze kunnen laten registreren. Met naam, toenaam en wat voor probleem. En brengt u dit naar ons. En wij als regering, de vicepresident met mij, president en minister, gaan dit aanpakken en oplossen. Daarvoor zitten we als regering, om het verschil uit te maken.